kom er net niet bij. Achter mij zie je het uitzicht vanuit de tuin. Ik kijk al heerlijk weg. Maar ik hoop dat er nog een plekje is waar we nog fijner uitzicht hebben. En dat is daar. Vanuit het bovenste Velux-raam. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe ik samen met de buren de draagbalken erin heb gelegd voor de vliering. In deze aflevering ga ik ervoor zorgen dat er een echte vliering komt en dat we erop kunnen staan. En dat ik dus door dat raam naar buiten kan kijken en kan zien wat voor uitzicht ik dan heb. Ja! Verzameld. Nu ga ik de boel uitlijnen. Horizontaal, dat is allemaal mooi horizontaal liggen en in één vlak. En mooi parallel. En daarmee ga ik beginnen. Ik heb de balk helemaal afgesteld. Dan had ik dus, volgens mij had ik dat net al gezegd, maar het een en ander klopte er niet. Aan deze kant zitten de balken nog los, maar aan deze kant heb ik ze al vastgezet. En er zit een opvulbalk zit er al tussen, zodat ik qua hoogte mooi uitkom als ik aan de andere kant de dwarsbalken ga plaatsen. En dat gaat nou gebeuren. De eerste gaat erin, want hier in dit stuk komen allemaal de balken zo. Het is warm. Ik heb er even wat planken op gegooid. Eens kijken hoe het daarboven is. Tweede verdieping, hè? Tweede verdieping. Gaan we eens even kijken. Zo'n bijzondere ervaring hier, hoor. Ik had het ook met de eerste verdieping, dat je denkt van... Ik heb gewoon een verdieping gemaakt, ik kan gewoon nu naar beneden kijken. Dan heb ik nou weer, het is nog een beetje vroeg om het een echte verdieping te noemen, want ja, het is maar een klein stukje. Maar ik heb nog genoeg hoofdruimte over, ik kan hier makkelijk staan. Het is wel, ja, laat ik het zeggen, het is wel bijzonder dat een jaar geleden stond ik dus helemaal daar beneden in het zand, op de keien, in de stal, en keek naar boven en toen dacht ik van, yo, dat is hoog. En het is heel hoog. En nu sta ik gewoon in de nok van het dak, alsof het niks is. Ik haal gewoon heel stoer even de, ja, ik noem het steeds de kroon vast. Ik weet niet hoe dit heet, dit onderdeel van de dakconstructie, maar ik vind het wel een bijzonder onderdeel. Die heb ik nu gewoon in mijn handen en voor mijn gevoel sta ik gewoon op mijn vloer. Apart hoe je de belevenis van zo'n ruimte, hoe dat anders is als je dan die constructies er allemaal in gaat maken. Dat je gewoon, dat ik nu dus nu gewoon de nok van het dak aanraak. Terwijl ik dus een jaar geleden naar boven keek en dacht van, wow! Nou, toen dacht ik eigenlijk, even meten hoeveel het is. Ja, ik geloof iets van 8,5 meter, 9 meter. En dat ik dacht van, nou, het
daar zitten wel misschien wel twee verdiepingen in. En nu sta ik hier en raak ik gewoon de nok van het dak aan. Dat is echt... Potverdorie. Mooi hoor. Dan zeg ik het zelf. Als je nou ook vindt dat dit bijzonder is, ik heb dat woord nu een paar keer in de mond genomen, als jij dan denkt ook, wow, bijzonder. Laat dan even daar beneden een reactie achter. Waarom jij het dan bijzonder vindt. Nou. Even naar beneden. Het is mooi geweest voor vandaag. Zo, alle balken hier voor dit plafondje zitten erin. Het begint hier aan de straatkant. Kijk, helemaal tot daar. Dus dit stuk is nou gedaan. Daar kunnen in principe kunnen daar de plaat op, de OSB-platen. Maar dat doe ik natuurlijk pas als hier in dit gedeelte de balken zijn vastgezet en hier alle tussenbalken gemaakt zijn. Alleen, dan kom ik hier een probleempje tegen. Waar ik nu sta hier, komt een trapgat om hier met een smal trappetje de vliering op te komen. En het probleempje is, kijk, deze poetgen hier steekt te ver uit, dus dit stukje moet er nog vanaf. Dus dat wordt het grovere werk met de motorzaag. Nou. Zo, hij is ingekort. Het staat helemaal blauw van de rook. Even twee raampjes in elkaar openzetten. Nou, het is zover. We gaan de balken vastzetten. Dus ik ga even cement maken. Ik heb hier al een voorraad met stenen klaarstaan. Om de grootste ruimte in te nemen. Dan blijf ik cement aan maken. Dus, de balken gaan vast. Dit was de eerste, op naar de tweede. De balken zitten vast. Die gaan de muur nooit meer uit, kan ik je vertellen. Nou, even wachten tot het cement droog is. En dan kan het spijkeren beginnen. Om de balken van de vlieringvloer erin te zetten. Wat leuk, ik kom net een reactie binnen. Terwijl ik hier bezig ben, heb ik net een andere video geüpload. En de eerste reactie komt al binnen, dat is leuk. Even een antwoordje typen. Dus als je deze video zo leuk vindt, kun je hieronder abonneren. En als je dan een reactie achterlaat, dat vind ik helemaal leuk. Beetje interactie zo. Hè? Het is weer een nieuwe dag. De balken zitten erin, het cement is uitgehakt. Dus we gaan dwarsbalken plaatsen. Dus genoeg gekletst, aan de slag. If I could start the story from the end, then maybe I could end all this pretending. I'm not too sure of everywhere I've been. This medicine keeps telling me I'm winning. Oh Maryland, where have you been? I've been looking for a place within all this carousel. It's spinning me. I've been up and down through heaven and hell. Nou, alle schoenen zitten erin. Schoenen, ja, dat zijn schoenen. Kijk. Dus nu kunnen de balken erin. En Marloes is hier al op maat aan het zagen. Dus is de maat aan het nemen. Is het midi? Oh ja, het is midi. Het is midi. De klok slaat midi.
Maar goed, daar gaan we nog even door. Hier, deze balk zit er al in. En ik heb de schoenen, die zet ik eerst altijd even met één... Ja, dat mag ik nou zeggen, hè? Die zet ik altijd met één schroefje vast. Want ik heb, dit is nu mijn tweede vloer die ik maak. Dus dat doe ik altijd. Eerst even een schroefje vast. Kun je hem dan nog stellen daarna. En dan kunnen daarna de balken erin. En dan begint het spijkerfestijn. Eerst even alle balken erin leggen. Nee, het is allemaal... Ben je me aan het filmen? Ja. Nou, ik moet je er even bij zeggen dat ik een kantoormeisje ben, hè? Ben jij een kantoormeisje? Ja, ik ben een kantoormeisje. Een Frans kantoormeisje. Ik doe de dikke. Zoals je net al hoorde, waren de klokken al aan het slaan, midi, is het al geweest. Dus ik ga nu eerst even eten en ik kan daarna kunnen we gaan spijkeren. De spijkers staan al klaar, hier. Misschien heb je de video's gezien van dat de vloer waar ik nu op sta, dat we die aan het maken waren. Dat was in het midden van de confinement, de lockdown. Het was heel lastig om aan materiaal te komen. Toen waren de spijkers dus op. Toen moest ik steeds kleine zakjes halen bij de bouwmarkt die wel open was. Maar nu ben ik voorbereid. Dit moet er genoeg zijn. Terwijl ik hier met de balken bezig ben, is Marloes hier druk bezig geweest om de tussenwand helemaal dicht te maken. Hier staat eerst de balk achter, die kon je nog zien. Maar dan moet ik helemaal dicht zijn. We willen geen beesten er doorheen. Dus dit is een mooi dicht scherm nu. Zo zie je maar, als je samenwerkt, dan gaat het een stuk sneller. Ben je lekker bezig geweest, schat? Oké, er is één rij af. Als primeur voor mezelf. Hier alvast even wat plankjes opgelegd. Want wat ik nog nooit gezien heb, is... Kijk, we hebben hier een Velux-raam laten plaatsen. We hebben daar Velux-raam laten plaatsen. Maar er is nog een derde. Er is nog een derde raam. Hierboven. En nu dat ik de balken erin heb, en die plankjes erop heb liggen, kan ik voor het eerst door mijn derde Velux-raam kijken en zien wat voor uitzicht ik daar heb. Ik heb hier even een laddertje neergezet. Ik klim even naar boven en gaan we eens even kijken. De eerste tijd gaan wij hier op de verdieping slapen. Maar ik vind het geen schande. Niet verkeerd, hè? Nog een paar balkjes eraan. Want deze hele rij hier, die ligt nog los. Alle balken met één schroefje. Dus daar ga ik nog maar even niet op staan. Dat gaan we nu vastzetten.
spijkers zitten erin. Bar. Alle spijkers zitten erin. De balk zit er vast. Dat voel je wel. Zo, ik ga mijn buideltas hier af. Nou, weer een stuk afgerond. Kijk, het mooiste van dit project vind ik dat ik maanden geleden achter mijn computer zat te ontwerpen. Hoe zou ik dit nou gaan doen? Hoe zou ik die scheidingswand bouwen? Hoe wil ik de steunmuur maken? De balken, hoe moeten die komen? Waar steunen die op af? Wat zijn handige maten? Zodat ik ook, zoals hier bij deze balken, dat ik er precies twee uit een balk van vijf kan halen. Allemaal van dat soort dingen heb ik allemaal zitten doordenken. En nu staat het gewoon. De scheidingswand, de steunmuur en de balken van de verdiepingsvloer. Daar moet natuurlijk nog wel de OSB op. Maar toch, echt wel een tof gevoel van oké, ik heb iets bedacht. Bloed, zweet en tranen. En nu staat het hier. Nog even een kleine terugblik naar een paar afleveringen terug. Waarin ik vertelde wat ik eigenlijk ging maken. Aan deze kant staat de stenen buitenmuur. Hier zijn de poetjes die in de buitenmuur steken. En hier zie je de twee belangrijkste wanden die ik te bouwen heb. En het project voor de komende weken bestaat eigenlijk uit het realiseren van drie onderdelen. De scheidingswand, dat is de linkerwand, die loopt tot aan de nok van het dak. Twee is de draagmuur. De draagmuur die komt in het midden van de ruimte te staan, is maar tot plafondhoogte, want daar steunt de vliermuur op. En het derde onderdeel is als deze twee wanden staan, om daarop de vliering zelf te gaan leggen. En deze lijn, de zwarte lijn, dat is waar de draagmuur komt te staan. Maar nu sta ik dus in de toekomstige badkamer en ik kijk nu zo de schuur in. Dus hier komt de scheidingswand te staan die ervoor zorgt dat we een afgesloten huis krijgen. Dat dus. En dat staat hier nu gewoon. En misschien herken jij dat wel, dat je dat zelf ook hebt. Iets bedenken en bouwen met je handen. Als jij nou ook zo'n voorbeeld hebt, laat die dan achter in de reactie. Vind ik tof om te horen. En als je dat toch aan het doen bent, kun je gelijk abonneren op het kanaal. Want er komen nog heel veel video's. Want voorlopig ben ik nog niet klaar. Nou, hier is het nou midi. Ik ga eten. En dan ga ik daarna verder met het dichtmaken van de vloer. Zodat ik ook daadwerkelijk gewoon normaal op kan lopen. Maar dat is voor de volgende aflevering. Dus ik zeg tot de volgende keer.